We zijn drie tweedejaarsstudenten grafische vormgeving. We moesten een onderzoek doen over een business area en wij hebben daar prostitutiestraten voor gekozen. Het was in het begin een vrij simpele schoolopdracht om onderzoek te doen, maar uiteindelijk is het een beetje uit de hand gelopen en is het een boek geworden van meer dan 300 pagina's. Eerst zijn we gewoon naar deze straat toe gegaan en zijn we rondgelopen en gekeken wat we zouden kunnen doen. Toen hebben we heel breed onderzoek gedaan en uiteindelijk kwamen we een forum tegen waarop we dachten, dit is de hele andere kant van het verhaal, dus recensies van mannen die hierheen gaan. Dat vonden we heel interessant omdat het een soort andere kijk gaf op die wereld. Normaal hoor je alle verhalen van prostituees die gestopt zijn, die er middenin zitten, maar je hoort eigenlijk nooit het verhaal van de hoerenloper. En zo konden we dat vrij anoniem toch allemaal teruglezen. Ja, dat gaf een soort bizarre kijk in dat wereldje die volgens ons nog niet eerder vertoond is. De eerste keren heb ik eigenlijk vooral alles lacherig doorgelezen en daarna drong het steeds meer tot me door dat het best wel een serieuze zaak was en eigenlijk ook best wel een nare zaak. Ja, wat je dan leest is een dame die heeft dan 100 reacties op haar pagina. En die dame weet waarschijnlijk zelf niet eens dat die pagina er is. Maar al die mannen praten wel gezamenlijk over hoe zij iets met die dame hebben gedaan. En worden dan ook, ze reageren verder eigenlijk niet op elkaar. Maar ze vertellen meer hun eigen verhaal over hoe hun ervaring was met die dame. Maar er worden ook dingen gezegd van op aanraden van de collega's toch maar eens even wezen kijken. Of deze dame is perfect als je even je zaad kwijt wilt. Dus dat zijn van die bizarre reacties die je tegenkomt. Forum hebben we uiteindelijk als een grote bron gebruikt voor ons boek. Daarnaast nog een aantal nieuwtjes over de straat hebben we opgezocht. Zo zijn we erachter gekomen dat hierachter in de Vishoek een prostituee is neergestoken en dat daar een heel onderzoek naar gedaan is. Dat er veel drugsdealers hier zijn opgepakt. En zo hebben we mede door de nieuwsfeiten en de recensies geprobeerd om een soort weergave van deze straat te geven. Het was vooral alles feitelijk neerzetten en vanaf de andere kant het belichten. En dat de mensen die dan de atlas doorlezen zelf een beeld kunnen vormen van wat ze ervan vinden. Het boek is af. We hebben verder geen commerciële doeleinden ermee. Maar we krijgen heel vaak de vraag of het boek te koop is. Dus mocht er genoeg interesse zijn, dan kunnen we gaan kijken wat een oplage zou kosten. Ja, ik vind het een heel mooi boek geworden. We zijn hartstikke trots op de groep. We hebben hartstikke goed onderzoek gedaan. En we hebben wat mij betreft een topproduct geleverd.